In deze video geef ik je een review van de nieuwste loopschoenen van Adidas, de Adidas Ultra Boost. Ik heb hier de rode versie, maar je hebt ze bijvoorbeeld ook in het wit en het zwart. Wat de schoenen van Adidas momenteel zo goed maken, is het Boost rubber dat ze gebruiken voor hun zolen. Het witte gedeelte hier dat je ziet. Zoals zij zeggen, the more energy you give it, the more you get back. Om maar even te wijzen op het verende effect ervan. Bijkomend voordeel is dat het zijn veerkracht behoudt bij zowel warme temperaturen als ook onder het vriespunt. Sommige andere rubbers die gebruikt worden voor zolen worden bij koude temperaturen harder. Hier is het boostmateriaal bewust wat harder gemaakt, zo'n 30% zelfs, wat daar nog voor meer ondersteuning gaat geven. Hier zie je dat trouwens ook nog een extra versteviging is voorzien. Helemaal onderaan aan de zool is er in een soort van, webpatroon nog rubber van Continental aangebracht. Die moet zorgen voor nog wat maximale grip bij elke afzet die je doet tijdens het lopen. Het bovenste gedeelte bestaat eigenlijk uit één gedeelte. Adidas noemt dit Primeknit. En toch zit er verschil tussen bepaalde stukken. Sommige stukken bieden meer flexibiliteit en andere meer stabiliteit. De voet die wordt eigenlijk op drie plaatsen eigenlijk extra ondersteund. Dat is hier. Het voorste gedeelte door iets of wat ander geweven stuk stof. Hier door de verstevigende band aan de bovenkant. En dan hier achteraan de hiel door een extra stukje hardere plastic. Ook zal je misschien opmerken dat het hier achteraan de schoen wat hoger is gemaakt. Ik ben er eens mee gaan lopen en dit geeft je wel het gevoel dat je voet volledig is omsloten door de schoen. Voor mij persoonlijk voelde dit goed aan. En ook zou dit stukje ervoor moeten zorgen en dat je de kans op blaren aan de achterkant van je voet dat die verkleint. Ziezo, ik vond het een goede schoen. Hopelijk vond je dit interessant en kijk je nu al uit naar de andere reviews die ik in de toekomst zeker nog ga meegeven. Tot binnenkort. Bye.